Nou, daar ben ik weer. Zoals we op het schema natuurlijk hebben kunnen zien, kom ik nu 3 maanden, 3 keer per week. En gaan we vanaf vandaag beginnen met het kijken voor een ondersteuningsplan om jou te kunnen helpen bij sommige dingen. Het gaat ongeveer 15 minuutjes duren. Ja? Oké. En we gaan het vandaag hebben over hoe de week is gegaan en over de dingetjes waar je misschien hulp bij nodig hebt. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Zou je iets kunnen vertellen over je week? Ja, gewoon, die ging zoals altijd. Ik ging een beetje te vriend chillen. En ja, dat eigenlijk. Oké, okay, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik heb dus een vriend. En gewoon een vriend als een vriend, niet ja. Mijn vriend. Nee, oké. Okay, niet helemaal. Nee. Maar daar ga ik dan gewoon mee op de bank hangen, een beetje chips eten. Chips, lekker. Ja. Ja. En verder, heb je nog iets met die vriend gedaan? Nou, we doen niet zoveel, zeg maar. Oké. Okay. En wanneer doen jullie dan niet zoveel? Op een bepaald moment van de dag? Of? Nee, ja. Kijk, hij woont naast mij, dus ik is gewoon mijn buurman eigenlijk. Ja, je buurjongen. Ja. Dus dan gaan we wel eens, ja, als hij niet op school is en ik ook niet op school, ja, dan zoek je elkaar wel eens op. Ja. En je zegt niet op school, we hebben het natuurlijk vorige week gehad over dat je aan het wachten bent op een bericht van school over hoe het nu verder moet. Mm-hmm. Heb je al iets gehoord? Nee. Nee? En wat vind je er zelf van, dat je moet wachten op een bericht? Ja, dat boeit me eigenlijk niet zo. Niet? Nee. Je hebt natuurlijk verteld over je grote droom om automonteur te worden. Mm-hmm. Ja, dat kan ook zonder school. Het is wel handig als je daar diploma's voor hebt. Ja, ik zie het nut daar niet zo. Van. Oké. Okay. En misschien is het in dat geval handig om, zeg maar even, misschien te tekenen, zeg maar, wat het dan het nut kan zijn van een diploma en wat het nut kan zijn van geen diploma. Zodat we elkaar goed begrijpen. Okay. Ja? Heb ik hier een blaadje. Heb ik hier wat kleuren. En het hoeft niet per se een tekening te zijn. Het mag ook op een woordweb zijn. Dat heb je wel eens op school gemaakt, toch? Ja. Tekenen kan je in ieder geval wel al goed. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja? Doe je dat vaak? Nee, niet vaak. Maar als ik het moest doen op school, dan vond ik het ook leuk. Doe je het dan alleen op school? Ja. Zo. Nou, en dan ben ik ja, die draag je graag, hè? Ja, nu alleen even niet. Ik dacht, ja, jij komt langs, moet ik een beetje netjes. Zo. Dit ben ik. Ben ik? Je mond is een beetje recht, zie ik. Ja, dat ik niet de hele dag door lag, denk ik. Ja, goed punt. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe een diploma
Een diploma? Diploma? Ik weet niet zo goed wat dat is. Nee? Of hoe dat eruit ziet in ieder geval. Heb je op zwemles gezeten? Ja, toen ik echt 4 was of zo. Dan kreeg je ook een diploma. Een diploma is eigenlijk een soort bewijs dat je iets goed kan. Of dat je iets hebt afgemaakt. Oké. Dus als je naar school gaat, dan krijg je een soort... Maar ik weet wel wat het is, maar ik weet niet hoe het eruit ziet. Hoe het eruit ziet. Is kan het een kist of zo? Of? Het, meestal een rechthoek. Gewoon je kan zo of zo. En dan staat daar meestal op... Bas heeft dit gehaald. Ah. Oké. Okay. En dat kan je alleen halen als je naar school gaat? Kan. Je kan alleen een schooldiploma halen als je naar school gaat. Maar je kan bijvoorbeeld ook een zwemlesdiploma halen, zoals ik net al zei. Oh, oké. Okay. Dus je kan voor verschillende dingen verschillende diploma's halen. Yes, heel goed. Oké, okay, ja, ik wil wel dan een diploma als dat ervoor zorgt dat ik automonteur kan worden, maar ik vind school gewoon kut. Oké. Okay. Dus je zegt nu eigenlijk, ik zou eigenlijk wel een diploma willen. Ja, maar ja, dan moet je naar school dus dan. Dat vind ik gewoon stom. Maar je kan toch ook gewoon automonteur worden zonder diploma? Ik weet niet, er zijn nu natuurlijk grote verschillen aan het neerzetten. Over hoe jij denkt dat eruit ziet. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Okay. Ik heb wel een hele lange nek. Maar ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat het voor de mensen waarmee jij gaat werken, dat het fijn is dat jij geleerd hebt voor wat je doet. Ja, maar ja. Dat is waar, maar als je iets kan, dan kan je het toch wel. En kan jij dat? Ik kan wel een auto repareren, denk ik. Denk je? Ja, ik heb dat nog nooit gedaan, maar kijk, ik ben gewoon in best wel veel dingen heel goed, dus... Maar, ja... Een diploma dus. Maar als je dan hoe lang moet je daar een soort toetsen dan voor doen of zo? Gewoon de toetsen die je op school maakt en dan krijg je een diploma voor. Ook en dan kan je bijvoorbeeld ook eerst naar een speciale school om auto's te leren maken. Oké. Okay. Ik weet alleen niet hoe je diploma schrijft. Zo, denk ik. Nou, dat komt wel heel goed in de buurt. Ja? Ja. Okay. Maar ik vind wel dat je gewoon heel goed gewoon na kan denken. Want... Ja. Kan ik ook wel. Ja. Maar al wil ik nu... Oh. Al wil ik nu wel misschien naar school, maar school moet laten weten of ik naar school mag, dus dan... Is het niet zoveel nut, denk ik. Maar je wilt dus wel heel graag automonteur worden. Ja. En als ik je goed begrijp, hoor ik je wel zeggen dat als je daar dan voor naar school moet, dat je dat dan ook wel wilt doen. Ja, maar het moet wel een leuke school zijn. Want hoe is het nu op school? Ja, kut. Kut? Al die kinderen zijn kut. Docenten zijn kut. Daarom ga ik ook niet. En wat is er kut dan? Aan die mensen? Ja, ze zijn gewoon heel stom. Ik weet niet. Ze zijn totaal niet aardig of zo. Ze
zijn alleen maar met groepjes. En hoe voel je dan op school? Ja, kut. Maar ik ga nooit naar school, dus ik weet niet. Ben je nooit naar school gegaan? Ja, niet nog nooit. Sinds, ja, ik denk dat ik 2 weken naar school ben geweest. Niet eens achter elkaar, maar bij elkaar. En vond je het dan moeilijk op school? Of? Ja, het is gewoon allemaal kutdingen. Allemaal kutdingen? Je moet superveel doen. En met wie was je dan als je op school bent? Alleen. Alleen? Ja, want de mensen daar waren niet echt zo. Vind je dat vervelend? Ja, ik denk het. Ik bedoel, als jij iedere dag ergens heen moet waar je alleen maar, zeg maar, in je eentje bent. En waar je niemand kent, echt. Ik denk dat dat niet leuk is. Ik denk dat jij dat ook niet leuk zou vinden. Ik denk dat mijn moeder dat ook niet leuk zou vinden. Niet? Nee. Je zit altijd maar te zeiken dat ik naar school moet. En, maar ja, ik zie er gelukkig nu niet meer. Dus, wat zei je? Dat ik er nu niet meer zoveel zie. Oké. Okay. En niet zoveel meer? Nee, ja, sinds ik op mezelf woon ben ik een beetje blij dat ik vanaf mezelf ben eigenlijk. Oh. Maar ja, dan zegt ze, ja, ik weet toch geen moeder. Dus ja, dan ga ik maar gewoon even langs. Als zij dat wil. Dan ga ik gewoon even langs. Maar ik kan gewoon heel goed voor mezelf zorgen. Hey, je ziet er ook wel goed verzorgd uit. Ja, dank je. Je kan natuurlijk ook al best goed koken, dat vertelde je vorige week. Mm-hmm. Heb je het erop laten zien? Ja. Dus ik denk dat ik daar ook niet echt meer hulp bij nodig heb of zo van jou. Doe ik ook, kan ik al. Maar kijk, als jij mij een diploma kan geven, dan... Ik kan zorgen dat ik een diploma, ik weet niet hoe dat werkt, maar... En als ik dan automonteur kan worden, dan... Wat is er nodig dan, om automonteur te worden volgens jou? Nou, volgens jou een diploma. Dus dan denk ik dat ik een diploma moet halen. Toch? Ik denk wel dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, maar ik kan me zo voorstellen dat het handiger is, een diploma. Ja. Maar ja, ik mag nu niet naar school, dus ik weet niet zeg maar zo heel goed wat ik daar nu mee aan moet. Weet jij dat? Nou, wat denk jij dat je ermee zou aan moeten? Ja, ik wil niet terug naar die school. Ik bedoel, als ze al moeten nadenken of ik daar wel terug mag komen, dan heb ik al zoiets van, nou, die mensen willen mij dus niet. Dus ik hoor je zeggen dat je niet terug wilt naar die school. Mhm. Klopt. En dan hoor ik je ook zeggen dat je eigenlijk, als je automonteur wil worden, dat je dat dan ook wel naar school wilt ervoor. Mhm. Maar niet naar die school. Ja. Maar ik weet ook niet zo goed hoe je naar een andere school gaat of zo. Kan toch niet zomaar zeggen, ik ga naar een andere school. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat we nu best wel wat puntjes hebben die we in het plan kunnen zetten, zodat je verder kan komen. Ik denk dat we ons vooral moeten richten op het naar school gaan. Want zoals ik je hoorde vertellen, wil je eigenlijk wel naar school als het nodig is. Ja. Maar niet naar de school waar je nu bent. En ik heb ook wel het idee dat je graag wat vrienden en vriendinnen zou willen maken. Klopt dat?
Ja, dat is wel leuk. Ja, nou, dat is ook logisch. Want nu heb ik alleen maar dan de buurjongen. Ja. Hoe heet die ook weer? Jonathan. Mm-hmm. Dus ja, als er dan vaker mensen. Ja. Nou, dan gaan we het voor nu afronden. En dan kom ik over 2 dagen weer en dan kom ik er weer op terug. Oké. Oké. Ja. Dankjewel. Dankjewel.